kleertjes. En harennetjes. En mooie schoenen. Prachtig, speciaal voor deze avond. Daar, de kleine kerstman die staat al te popelen. Zullen we eens kijken wat de kleine kerstman vanavond gaat beleven? Ja! Nou, daar gaat hij dan. Ver, ver, ver weg in het noorden, waar de eerste sneeuw al valt en bij ons het nog zomer is, dan ligt het dorp waar de kerstmannen wonen. Het is zo goed verstopt dat niemand het kan vinden. In dat dorp woont een kleine kerstman die dol is op kerstmis. Zelfs eind november krijgt hij al de kriebels. Hij maakt zijn sleep schoon, poetst zijn laarzen nog eens even goed. En zijn kerstmannenjas hangt hij vast buiten om even te luchten. En natuurlijk op zoek naar dat prachtige boompje in het bos. Want dan moet je de eerste zijn. Als de andere kerstmannen nog liepen te piekeren wat ze de kinderen zouden geven, ja, dan had de kleine kerstman zijn cadeautjes al lang ingepakt. Perfecte voorbereiding. Hij gaf het liefst zelfgemaakte dingen.